Hoe heb je naar deze leeftijd toegeleefd als toekomstig speler van Katwijk en aanvoerder van Barendrecht? Niet anders dan anders eigenlijk. Ik heb gewoon hetzelfde gedaan als wat ik altijd doe. Natuurlijk zit er een speciaal tintje aan en dat is leuk. Ook als je het veld opkomt en ze roepen je naam en ze zingen voor je. Nee, de supporters, hè? Ja, dat was leuk. Maar nee, niet anders dan anders gedaan. En ik heb gewoon op veld heb ik ook geen zenuwen gehad of zo. Dat was gewoon een leuke wedstrijd. Hij had niet iets van ik hoef me nog bewijzen, want ze hadden die al in de smiezen. Dus ja. Het contract is al getekend. Nou is het leuk voor voetballers om tegen een oude club te scoren. Jij doet het tegen je nieuwe club. Ja, dan moet ik zeggen, ik was daar wel op gebrand. Hoor. Ik wilde graag scoren, dat vond ik wel leuk. En het is gelukt, dus daar ben ik blij mee, zeker. Ja. Het seizoen afmaken bij Barendrecht, wordt middenmootje, denk ik. Ik hoop het. Ik hoop dat we lang op deze positie of deze plek mogen staan. En, misschien zit er nog iets meer in als we gewoon blijven vechten, zoals vandaag. En, vandaag valt dat dan even allemaal niet onze kant op. Ik denk dat we de goals makkelijk weggeven. Maar ik ben ervan overtuigd dat we wel bij de eerste 7 kunnen eindigen, zeker. En dan na de zomer ga je naar Katwijk. Wat wordt daarvan even verwacht? Dat ik hetzelfde doe als wat ik nu doe, denk ik. Dat betekent basisspelen. Dat wordt daar moeilijker dan hier, denk ik. Zeker, maar daar ga ik zeker voor vechten. Voor vechten? Ja. Dus je komt net de trainer tegen van Katwijk. Hoe gaat dan zoiets? Ja, wat hij zegt. Ik heb hem lang niet gesproken. Maar hij is altijd goed, toch? Niks bijzonders. Gewoon goede klik. Oké, nou, wij gaan elkaar volgend jaar vaker spreken. Ja, zeker. Fijn weekend nog, ondanks de nederlaag. Ja, het zou moeilijk gaan, maar... Nee, deze kan je verwachten. Ik bedoel, Katwijk is gewoon een hartstikke goede ploeg. En, deze mag je ook zeg maar verliezen. En, helaas met 4-1-4. Maar, Volgend jaar krijg je geen wedstrijden die je mag verliezen. Dan is er ook weer meer druk, hè? Ja, tuurlijk. Maar dat hoort er ook bij. Als voetballer moet dat ook moet dat iets speciaals brengen, denk ik. Iets extra's. Zie je dat een stapje omhoog? Ja, ik wel. Ja, in alles.